Het wereldkampioenschap volleybal zal onder meer in Arnhem plaatsvinden. Harry Popken is ambtenaar sport bij gemeente Arnhem en vertelt wat het voor Arnhem kan betekenen. Nou, wij hebben hier al heel lang over gesproken met een mooi plan, zeg maar, met poolwedstrijden in het Gelredome op 3 velden. En dan tussendoor zou er in het buitenland gesport gaan worden in de zogenaamde ontwikkelingslanden. Nou, dat idee is nu verlaten, want Polen doet mee. Polen is zeker geen ontwikkelingsland. Maar dat was wel ons idee. En dan vervolgens zouden we terugkomen in Apeldoorn met kwartfinales, denk ik. En dan daarna weer naar het Gelredome met halve finales en de finale. Dat was een mooi plan. En plus dat we ook het inclusief wilden maken. Dat wil zeggen dat er ook zitvolleybal gespeeld gaat worden, zeg maar. Dus het was een fantastisch plan. Ook omdat het in Gelredome al die poolwedstrijden betekent gewoon dat er ook meer toeschouwers zullen zijn bij wedstrijden die anders niet bekeken zouden worden. Dat zag je afgelopen jaar in Japan. Daar zijn het gewoon sporthallen en er wordt gespeeld voor een lege sporthal. En dat was niet onderdeel van ons concept. Dus dat sprak de FIVB, de Internationale Bond, heel erg aan. En dit plan hebben jullie samen dus met de Nederlandse Volleybalbond en met Apeldoorn bedacht? Ja. Ja, maar goed, laten we vooral de credits daar laten waar ze horen. Ze zijn vooral door de Nivobo uitgedacht. Wij hebben erin meegedacht, zal ik maar zeggen. Ja. Nou ja, onze ambitie was wel om hier een keer wat te hebben. En dat komt nu ook. Maar dit is een evenement. Volleybal is echt een wereldsport, zeker voor vrouwen ook. Ja, daar kijken heel veel mensen naar wereldwijd. En wereldwijd doen ook heel veel mensen dat. Dus het is echt wel een andere orde dan bijvoorbeeld het inlineskaten wat afgelopen jaar hier in Arnhem was. Dus dit kan voor Arnhem ook best wel veel betekenen? Ja, zeker. Ik denk ook dat het een inspiratie voor ons kan zijn voor de volleybalclub, die op zich al een hele sterke jeugdafdeling heeft en een sterke beachafdeling, om nog weer ook in niveau te groeien, denk het wel. Ja. En het wordt in 2022 gehouden, hè? Klopt.